Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we dus de MacBook Pro 13 inch M2 gaan we die reviewen. Ik ben nu aan het opnemen via de microfoon en zo met de MacBook Pro M2 ben ik aan het opnemen. Ik heb hem nu 2 dagen, dus ik vind dat al heel lang genoeg voor dus mijn review te geven. Wat vind ik van de MacBook Pro M2 van 2022? Ik kwam er even traag uit. Wat vind ik van die MacBook? Ik vind dat echt wel een goede MacBook. Ik zeg het, batterijniveau is echt goed. Batterijvermogen is goed. Batterij, alles is goed. Het scherm is goed. Je hebt hier een touchbar. Waarmee je van alles kunt aanpassen. En ik vind het echt wel een goede laptop. Een goede notebook eigenlijk. Voor de prijs. Het is echt wel een goede allround MacBook. Ik heb er al 2 video's mee geëdit. Ik heb er al streams, alleen een opname mee gedaan. Via OBS dan. Ik heb er al mijn DJ-programma opgezet, Juiced. Ik heb er al alles mee gedaan wat ik eigenlijk zou willen mee doen. Dus dit is echt wel een coded programma. Blij dat ik dat programma... coded MacBook zal ik het zo zeggen. Blij dat ik die MacBook heb aangeschaft voor de prijs dat ik hem heb gekocht. Was hij wel de goedkoopste in die variant. Ik had ook nog de zilveren variant, maar die was 1449, sorry. En deze was 1399. Dus ik wist direct dat ik de Space Gray variant kon pakken. Wat vind ik van de MacBook Pro M2 in de Space Gray variant? Het is echt wel een coded MacBook. Echt, ik ben zo blij dat ik een MacBook heb nu. Echt, mijn iCloud echt wel perfect om mee te werken. Ik heb daar nu ook zo'n USB-C dongle voor gekocht en een laptop standaard eigenlijk. En het is echt wel perfect om te zien hoe goed dat hier werkt. Nog altijd geen probleem mee gehad. Eigenlijk niet warm gelopen of niks. Perfect eigenlijk voor een MacBook te zijn. Hij heeft 2 of 3 battery charge cycles gehad. En ja, echt wel leuk om die te hebben in vandaag eigenlijk. En in het weekend mee begonnen te zijn. Voetbal mee gekeken. Maar 2 of 3 keer moeten opladen. Ook omdat hij in het begin was die bijna morsdood als hij binnenkwam. Morsplat. Dus heb ik die opgeladen. Redelijk snel opgeladen was die. Ik heb die ondertussen ook wel gebruikt. Ik heb die gebruikt toen omdat ik daarmee bezig was en ik was aan het editen toen. En eigenlijk valt het editen wel snel mee. Door M2 processor is het ook heel gemakkelijk om zo snel mogelijk een video klaar te hebben. Ik denk dat deze video maar in 2 minuten zo gaat gerenderd zijn. En dat is echt wel perfect kwaliteit voor een processor en een computer. Dat is echt wel de perfecte tijd om een video klaar te hebben. Ik heb de video van de MacBook Pro unboxing was ongeveer een 5 minuten of zo dat hij moest editen. Dus moest renderen. Dus ik ben echt wel blij dat ik deze deze MacBook scherp aangekocht. Dat is echt wel een perfecte MacBook. Zoals ik zeg, ik vind het echt wel een goede MacBook. Heel veel aan betaald. 13, 14, allee,
1399. En echt wel een goede MacBook ermee aangeschaft. En voor de prijs mag het wel. Dus ja, echt wel zo blij dat ik met die MacBook ben. Perfect voor mijn streams, alleen mijn opnames mee te doen. Perfect voor allround dingen te doen. Perfect voor allround tv te kijken. Als je de mol ziet of zo, of iets anders. Is dat perfect voor 's avonds toch in je bed met tv te kijken. YouTube is heel perfect. Ik kan gemakkelijk 4K video's aan. Loopt zelfs niet achter. Dus echt wel perfect voor deze. Deze laptop is heel perfect met het opnemen van zo'n soort video's. En zo'n soort video's op 4K bekijken is echt wel massa's goed in. Wordt ook niet warm zoals ik al vernoemd heb. Hij is echt wel perfect. Ik ben blij dat ik met de MacBook zo'n dingen heb kunnen aangaan. Echt wel een perfecte MacBook. Ik zeg het. Had ik vroeger een MacBook gehad, zou ik het direct aangeschaft. Maar ik heb natuurlijk ook een PC gehad. Zoals ik al zeg, heb ik ook een PC gehad. En wou ik ook weer al een MacBookje kopen. Ook voor gewoon de vlog van de skiën en zo. Wou ik ook dus een MacBook. Ik ben heel blij dat ik de keuze heb gemaakt van een MacBook. En niet de keuze heb gemaakt van bijvoorbeeld een andere Windows laptop. En nu ben ik echt wel blij dat ik voor een MacBook Pro M2 13 inch ben gegaan. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje het einde van de review. Ik ben echt blij na zoveel jaar en eigenlijk een MacBook te hebben. Dus ik ga nu proberen de mol te volgen. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. De volgende FIFA video's worden hierop geëdit. Alleen ga ik de challenge met 83 reden Piet Kasper Schmeichel niet doen. Omdat ik eigenlijk niet wou. Ik en Sven hebben besloten. Want we gaan de 83 reden challenge niet doen. Wat ik ook wel snap. We hebben dat zo beslist dat we de challenge niet gaan doen. Ik had al in een paar vaart video's besproken dat ik de challenge ging doen. Gaan we dus niet doen. Waarom? Omdat wij allebei iets hebben van. Normaal gezien startte de challenge vandaag op 20 maart. Maar hebben wij niet gevoltooid. Dus we hebben hem allebei gekocht. Maar ook ingeleverd in zo'n SBC van. Footballers. Ik heb hem persoonlijk ingeleverd in de SBC van. Bamford geloof ik. Dus eventjes, dat was eventjes een uitleg en ook een review van de MacBook Pro M2. Dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. En dan catch ik jullie vrijdag in een nieuwe video. En dan bye bye. Bye bye.